Ik heb heel lang moeten jagen op Geert Hosten, die we eerst als kandidaat wilden. En ik dacht van, ja, ik kan hem niet voor de jury vragen, hij moet maar eerst als kandidaat meedoen, hij moet maar wachten voor de jury. Maar ja, hij gaat nooit als kandidaat meedoen, dus hebben we hem dit jaar maar voor de jury gevraagd. En hij doet het, en ik ben heel blij. Ik heb hem graag. Het is een lieve man, een aimabele man, leuke man. En het is ook, hij is al te lang niet meer op televisie geweest, dus ik ben heel blij dat hij terug op televisie te zien is en dan nog bij ons. Zijn dit jaar extra veel juryleden, heb ik de indruk? Het zijn 25 juryleden, ook omdat we zo niet meer dat onderscheid maken tussen vaste juryleden en gastjuryleden. Het zijn er 25, ja, we gaan next level, zoals het dan heet. Meer juryleden, meer gekke combinaties tussen juryleden. Ik denk maar aan Jeroen en Margriet. Ik denk aan Jeroen en Yannick Azaltzis. Dat zijn zo verrassende combinaties. Ja, Jeroen met eender wie is een verrassende combinatie. Nee, ik denk dat je door zo'n poelen van 25 mensen, waarvan er sommige veel komen, sommige wat minder, ja, dat je het programma nog verrassender kunt maken en nog geestiger. Wat is jouw droomcombinatie? Wat is mijn droomcombinatie? Goh, er zijn er echt veel. Ik denk dat we de droomcombinaties gaan beleven. Vanaf het moment dat Margriet Hermans zei van ik doe mee, dacht ik direct van ja, Margriet Hermans bij Jeroen. Dat is toch een droom? En dat rijmt nog ook. Dus dat is een droomcombinatie. Maar die komt. En ja, zo zijn er nog wel een hoop combinaties. Gert Verhulst met Mark-Mini Huijbrechts lijkt me ook een droomcombinatie. Gert Verhulst met James Cook is ook een droomcombinatie die nog nooit op tv te zien is geweest. Nee, ik verwacht tal van leuke combinaties.